Tel jij af? We hebben hard gewerkt. En dit is het resultaat. 3, 2, 1. Goed opletten wat je doet. Spierballen. Ik heb overigens ook een extra uitstrijkje laten maken. Dat was goed gelukt, alleen de uitslag was niet goed. Ik meen het serieus en ik schiet er weer bijna van vol. Alle lof voor Maurits, wat 6 jaar niemand heeft kunnen doen. Nog een keer? Nee, ja. Zo. 1, 2, 3. Hi, lieve patatties. Welkom bij een nieuwe video. Wat waren we aan het doen? We waren net eventjes dat aan het doen. Waren we jouw centjes aan het tellen? En Jesse Silver, die kan ze al op volgorde leggen. Goed, hè? En Jesse Silver, die wil heel graag centjes weggeven. Ja, want sommige mensen hebben geen centjes. Dat klopt. Dat vind ik wel heel lief van jou. Schatje. Maar jij hebt de centjes ook verdiend. Hm? Lief hoor van jou dat jij wilt delen. En mijn vriend vraagt, je mag 2 centjes. Zo. En je hebt Suze ook al centjes gegeven. Hallo. Ik vind het wel heel lief van jou. Hoe zitten mijn ogen eruit? Ik kan je gewoon zien. Woe! Gaat goed. Gekkie. Oh. Oh, kijk. Oh. Ik kan niet meer. Ik kan niet met praten. Oh, jouw knuffeltjes zijn de allerliefste. Het allerlekkerst, jouw knuffeltjes. Mag ik ook mijn centjes aan Faas geven? 2 centjes. Ja, als jij dat wil, mijn Faas is niet thuis. Misschien Suze. Misschien is Suze wel thuis zo om te spelen. De zon begint al weer een beetje te schijnen. Dat was wel lekker, hè? Dan ga ik naar buiten en dan ga ik deze 2 centjes aan Suze geven. Nou, hartstikke lief, jongen. Omdat zij nog geen centjes. Zij heeft 0 centjes. Zo, dat was een mooie draai. Ik moet even een rondje draaien. Ja, maar dit gaat wel goed. Ja, dat gaat goed. Ja. Ga je er maar omheen? Oh, dat gaat niet goed. Oh. Dat was dus niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Oh, naar achter. Ja, oké. Okay. En dan deze kant weer opdraaien. Ja. Goed zo, kijk uit. Weg van de auto. Hey. Zondag wordt het wel. Hey. 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 Hebben wij een kastje gepimpt? We hebben een kastje gepimpt. Hij is nog niet helemaal af, want de leuke grappige knopjes die komen er nog aan. Die zijn besteld. Ja. Maar? Tel jij af? We hebben hard gewerkt. En dit is het resultaat. 3, 2, 1. Hallo kastje. Hey, ik sta hier hoor. Dat is camera effect. Ja, hij is nog niet helemaal klaar. Hier komen nog wat van die blauwe, waar dit nu zit, blauwe
veegjes van dezelfde kleur. En dus allemaal knopjes. We zijn al gelijk een beetje gaan... In zo'n kast moet natuurlijk gelijk even wat staan. Dus ik heb mijn mooie go-around. Hij blijft leuk, hè? Ja. Ja. Hier komen nog wat leuke dingetjes in te staan. Maar gelijk al even wat ingericht. Want hij blijft hier niet staan. Voorlopig mag hij hier even logeren. Maar hij moet uiteindelijk buiten komen. Ik hoop wel dat het staat met groene... Kijk, en uiteindelijk is dus dit het idee. Als jij deze even optilt, liefie. Ja? Ja, gewoon even ernaast voor het idee. Ik kan wel misschien wel leuker. Wat ze? Om hier te laten nu. Ja, voor nu. Zo, en dan eigenlijk een beetje deze stijl erbij, zo. Van voor het idee. En ja, we hebben niet echt donkergroene tegels. Nee. Maar dan stel dat ongeveer de kleur dan dit is, wat dan op de grond komt. Nee joh, het is een hele andere kleur. Ja, het is veel te donker. Nee, een beetje Marokkaanse groene tegels, hè? Eigenlijk wat we ook in de keuken hebben in het roze, maar dan... Ja, dan een beetje geglazuurde groen, inderdaad. Ja. That's the idea. That's the idea, yes. Yes. Alrighty then. Well, I've walked my ass off today. So I would like to go get a shower. Because I'm completely done with this day. Goodbye. Hey-ya. Hiya. Hiya. See ya. See ya. Hey-ya. Okay. Nou, daar gaan we dan. Goedemorgen. Waar gaan we naartoe, Jesse Silver? Ik weet het niet. Weet je niet hoe het heet? Het Archeon. Ja, ik kan me niet herinneren. Ja, ik kan me één ding herinneren dat ik daar een keer ben geweest. En volgens mij was dat daar. Toen heb ik gefigureerd in goede tijden, slechte tijden. En dat was volgens mij daar. Maar toen moesten we ook helemaal verkleed. Oh ja. Echt heel grappig. En volgens mij heb ik ook één keer, maar echt vroeger. Was je toen Neandertaler? Nee. Het was dan een scène dat ze daar een feestje gingen houden. Dus iedereen was dan ook zo verkleed. Ben jij er wel eens geweest? Ja, ik ben er wel eens geweest. Oké. Okay. Ik dacht met school, maar het schiet me naar huis te binden. Volgens mij ben ik met mijn ouders gewoon geweest. Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Leuk dat u er bent. Leuk dat u er bent, dank u. En het weer is niet geweldig. Ja, als het druk blijft is het gewoon prima parkweer, toch? Ja, nee, dat is wel zeker waar. In de bronstijd regent het. Dus zeker. Het maakt wel, ja. Ja, dat is waar. Ik heb het allemaal. Ja, dat staat er. Archeon. Wat allemaal wat hier zijn. Ja. Volgt, later krijgen we Stonehenge. Dat is ook zo'n ding. Ja. Een kies van een mammoet. Je lijkt wow. Ja, dat is weer een. Waar is dit een kies? Ik kan het niet voorzeggen. We komen nou wel ineens een andere tijd aan, Jessie. Jess. Net waren we zo'n 11.000 jaar geleden. Toen maakten mensen al muziek, toen maakten ze al grotere huizen. Wat ga je ermee doen? Streepjes, stipjes. Mi guardate tutti i bambini di uscita? No, io non guardo. Io chiudo gli occhi.
Doetjes. Nee, zouden ze niet beginnen met lezen, woordjes maken of zo? Het is een beetje warm, koud, warm, koud. Ja, zoals de zon doorkomt, is het hartstikke lekker. Ja. Goed opletten wat je doet. Zo, Kanja. Staat hij erop? Ja, hij staat erop. Natuurtalent. Ja, je hebt een nieuwe sport gevonden. Ja, dank je. Ja hoor. Ja, is toch leuk dat je een keer ergens beter in bent? Zwart naar beneden, je maakt een buiging. Hé Jan, rustig, rustig, rustig. Oh. Je zijn veel te enthousiast. Naar de heup. Goedemiddag. Het is zondag en we zijn alweer even lekker bezig geweest. We zijn namelijk met de kast bezig geweest. En we vertelden jullie vorige keer dat de knopjes er nog aankwamen. En ze zijn binnengekomen. Ik ga ze even laten zien. Ik vind ze zo schattig. Kijk nou naar de poepies. En voor de kleine kastjes de vlindertjes. Voor deze de cutie handjes. En hier, ik denk dat het een wesp is. Ik maak het toch gelijk weer af. En ik ben helemaal blij, want het soort goud zeg maar past weer bij de scharnier die er origineel ook bij zat. Ik wil alleen nog hier even wat blauwe strepen moet ik nog even opnieuw maken. Want die moesten we daarna even voor de tweede laag eroverheen doen. En daardoor zijn ze natuurlijk paars geworden. Verder hebben we iets gedaan waar we heel lang tegenop zagen. Maar eigenlijk reuze meeviel en helemaal niet zo moeilijk was. Namelijk, deze tegels die stonden, lagen eerst meer die kant op. Maar dat lag niet mooi met de vlonder. Dus we hebben alles woep, die kant op geschoven. En nou hebben we dus aan het einde. Waarom doe ik zo moeilijk? Waarom loop ik er niet gewoon heen? Kijk, nu hebben we alles verschoven naar de linkerkant. Dus dat klopt gewoon veel meer met elkaar. En dit heb ik alvast een beetje leeggeschept. Want dan kunnen we hier dus ook nog een tegel kwijt. En dat wordt dan een driehoek. Zo. En daar gaat dus de buitenkeuken komen. En hier komt dan het gedeelte een stukje omhoog met een heel klein stukje bank. Maar ik zeg het nu verkeerd, want we gaan dus de bank deze kant doen. Dus hij komt zo en dan zo.
zodat je op die bank ook nog wat cactussen neer kan zetten, maar er tussendoor ook kan zitten. En dat als je dan hier zo even gewoon zit, dat je dan ook nog in de buitenkeuken kan kijken. En in deze muur, zeg maar, komen er gaten waar we dan waarschijnlijk ook nog wat parasols eventueel kunnen plaatsen. Mijn moeder had hele leuke, namelijk met riet. En ja, daar past hij ook heel goed bij. Dus misschien dat we wel zoiets ook gaan doen. We hadden een beetje discussie over de schutting. Want de schutting is ook al behoorlijk grijs geworden. En dat is niet wat we willen. We willen wel weer wat kleuraccenten aan gaan brengen. Maar ik vind ook juist het beige in de tuin heel leuk. Aangezien we natuurlijk binnen echt explosies van kleur hebben. Nou willen we dat niet helemaal wegdoen, want weglaten, want we houden gewoon van kleur, dus dat zal echt nog wel erbij komen. Net zoals die paarse tegels die daar dan ineens liggen. Maar ik denk dat we dat met de accenten gaan doen, zoals bijvoorbeeld die muur hier zo. En waarschijnlijk gaan we dan de schutting ook een beetje beige maken. En we hebben gelezen dat we eigenlijk niet per se hoeven te schuren en dat je dus ook eerst kan verven en daarna bijten. Dus dat gaan we waarschijnlijk doen. Nou, toch alweer wat dingetjes gedaan. Ook even wat plantjes, onkruid weggehaald. En ja, toen was het voor Sergio alweer tijd om te werken, helaas. Het was gisteren een leuke dag bij het Archeon. En 's avonds zijn we naar het Rijswijk Jeugdtheater geweest. Want mijn nichtje speelde daarin. De laatste keer, want ze is, anders wordt ze te oud. Maar ze speelde de musical Shrek en zij was Danke. Dat is echt super leuk. Het was echt super. Dus het was weer een enerverende zaterdag. Nu dus een beetje rustig aan en Sergio moet helaas werken. Dus helaas pindakaas. Jessie Silver is lekker aan het spelen met zijn vriendje buiten. Zijn buurjongetje. Helemaal leuk. Alweer helemaal nat gespoten, want we hebben eindelijk zon. Ik heb ook gelijk... Althans, ga ik nog doen. Hier een nieuwe beschermhoes voor besteld. Dat ding is helemaal krom geslagen. Want ja, het is eigenlijk helemaal geen... het is eigenlijk geen buitentafel, maar ja. Wij zullen ons niet zijn als we niet dingen gebruiken anders dan waar ze voor bedoeld zijn. Zo gaan we lekker verder. Ik heb overigens ook een extra uitstrijkje laten maken. Even change of subject. Want, ja, ik weet niet of de meesten van jullie dat weten, maar in 2021, soms ben ik een beetje de tijd kwijt. Maar anyway, mijn allereerste uitstrijkje die ik heb moeten doen toen ik 30-31 was, voor het bevolkingsonderzoek kreeg ik toen, heb ik toen een zelftest gedaan. En nou, dat was goed gelukt, alleen de uitslag was niet goed. Dus dat was eigenlijk de eerste schrik van mijn leven al. Ik weet ook niet meer precies. Ik had geloof ik pap 2b. En dat betekent dat ik dus een extra uitstrijkje moest laten doen. En daar kwam uit dat het inderdaad HPV was. En toen moest ik toen moest ik naar de gynaecoloog. En ja, toen was de vraag, is het nog een voorstadium of is het al baarmoederhalskanker? En mijn oudste zus heeft ook baarmoederhalskanker gehad. Gelukkig overleefd. Maar echt een behoorlijke impact gehad natuurlijk ook op haar leven. Ja, dus toen zat ik al zo enorm in de stress. Uiteindelijk bleek het godzijdank zin 3 te zijn, want... Als het eenmaal dat is, dan kijken ze niet meer naar de pap, maar dan kijken ze naar welke zin het is. En zin 3 is nog is het laatste voorstadium van baarmoederhalskanker. En dat was het. En dat is dan gek eigenlijk, hè, dat je dan daar blij om bent. Ik ben daar wel aan geopereerd en onder controle geweest. En toen dacht ik al echt van, oh mijn god, ik ben de dans ontsprongen. En dat was natuurlijk wat dat betreft... wel zo, alleen nou ja, 5 maanden later hoorde ik dat ik borstkanker had en dat was natuurlijk helemaal niet goed. Dus onder controle geweest, ook terwijl ik nog in behandeling was tijdens de chemo en bla 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 voor borstkanker, onder controle bij de gynaecoloog.
voor die HPV. En uiteindelijk was dat dus goed. En toen zei hij, oké, ik we hebben nu een paar controles gehad. Ik ga jou nu loslaten. Ik kan meedoen. Je mag nu weer een uitstrijkje laten doen bij de huisarts. Maar omdat jouw 35ste nog wel iets langer weg is, zou ik eerder even een uitstrijkje laten doen met specifiek de test op HPV. En dat heb ik dus laten doen. En ja, daarvoor heb ik opgebeld naar de huisarts, want ik moest voor iets anders bellen. Ik denk, ja, moet ik zitten wachten op die brief? Dus 2 weken later. En als je dan zo lang niks hoort, dan gaat je hoofd vanzelf weer een beetje de verkeerde kant op. Dus, nou ja, ik de assistent gevraagd of er al een uitslag was. En die had ze dus binnengekregen. En die was, godzijdank, was die goed. Dus, en dan merk ik toch dat ik daarna een ontlading heb. Dat ik denk, oeh, dit zat toch wat hoger dan ik zelf door had. Of toch een beetje weggedrukt. Maar dat je dan toch even weer wat gaantjes moet laten. Omdat je dan toch opgelucht bent. En dat je denkt, ik wil dit traject niet nog een keer allemaal. Dus, opluchting. Nu mag ik weer gewoon meedoen met het bevolkingsonderzoek. Ja, daar zijn we. Het is woensdag. Het is Marit's Voice Construction Day. En ik ben een beetje aan de late kant, maar ik ben in ieder geval niet de camera vergeten. Let's go! Goed hoor. Goedemorgen. Ja. Komt-ie. Hallo. Dag. Eindelijk. Goedemorgen, jongen. Eindelijk. Geef me een knuffel. Dag, jongen. Ah. Hoe is het leven? Goed. Goed zo. Ja. Alsof ik... Waarom ben je ook zo mega groot ook gewoon? Nee, jongens, dit is Maurits. Ik kom even zo staan bij je. Ja. Ik kwam binnen natuurlijk met de camera al rolling. Overviel je een beetje. Want ik zou hem 2 weken geleden al meenemen. En toen ben ik het vergeten. Maar... En die week daarvoor. En die week daarvoor. Ook. Ja, inderdaad. En nu was ik het vergeten. En nu was jij het vergeten. Lekker dan. We zijn in Rijswijk bij Voice Construction. Dit is niet per se reclame, jongens. Dat weten jullie. Want ik vertel dit en ik heb mijn verhaal vorige keer verteld vanuit mijn hart. En ik meen het serieus en ik schiet er weer bijna van vol. We zijn een ruim halfjaartje aan het werk. Er past volgens mij nog wel een veertje bij. Alle lof voor Marits wat 6 jaar niemand heeft kunnen doen. Ja, Marius zegt altijd, dat heb je zelf gedaan, maar we hebben het samen gedaan. Ja, het is eigenlijk het ontrafelen en de puzzel leggen van, ja, van je persoonlijkheid eigenlijk. En waar je op vastloopt, toch? Ja, daar werken we zeker mee. Is dat een beetje goed uitgelegd? Ja, dankjewel, jongen. Mooi dit. Ja, waar we mee werken is reflexen eigenlijk binnen de stem en binnen het lichaam. En je komt daar ook dus allerlei andere systemen in tegen. Overtuigingen. Ja. Beperkende overtuigingen of juist overlevingsmechanismen die je hebt ontwikkeld ooit om verder te komen. Maar we werken nu met name gewoon in de stem en we prikkelen dat via een systeem in het oerbrein. Ja. En dan ontkom je er niet aan, zoals jij hebt gemerkt. Ja, ja, het is echt in het begin echt een zoektocht naar wat bedoel je nou precies? Echt een mindfuck van hier tot Tokio. En beetje bij beetje, elke week, vallen er wat dingetjes op zijn plek. En denk je, oh ja, en, neurologisch, psychologisch, maar ook zeg maar techniek, de werking van de stem. En van wat nou precies ademsteun is. En al die benamingen zeg maar die erbij komen kijken. En het begint ook met alles wat je tot nu toe hebt geleerd. Overboord gooien. Even opnieuw alles vergeten. Nou, in ieder geval bevragen. Hè? Ja. Dat is waar we vanuit zijn. Waarom? Ja, de waarom inderdaad. Ja. Nou ja, wil je meer weten, dan laat het mij maar weten. Dan maak ik contact voor jou met Marits. Nu gaan we gewoon lekker... ik zet hem gewoon hier neer. Lekker. En dan gaan we gewoon aan het werk. We beginnen even bij de volgende. Zit je aandacht nu? Mijn huig, denk ik. Mooi. Iets, ja. Achter je huig. Een beetje, nog niet ontspannen, ik hoor een beetje slijm. Mooi. Nou, slijm is je vriend, zei de KNO-arts. Dus in dit geval, hou je kiezen maar wat dichter bij elkaar.
We gaan het hebben over die focus. Ja, dat is een beetje poespas voor de mensen die nu intunen, denk ik, hoe het werkt. Maar we werken vanuit die neurologische prikkel. En die aansturing voor vechten en vluchten, die zit in het aangezicht. Dus wat we nu gaan doen is eerst even die prikkel pakken hier op haar grens. We zingen hier zo'n beetje tegen die tweede stembreuk aan. En dus hier is prima. Na het instellen, blijf. Dus ga niet toevoegen, bijsteunen, extra energie of adem geven. Gewoon geniet van wat je hebt opgebouwd. Komt-ie. Vooral dat blijven, dat is dan nog het moeilijkste. Want het lichaam zakt het liefste weg. Of gaat toevoegen. Ja. Volledig in een freeze. Ja. Lekker. Nou, als je dan zegt, nou, hij was niet helemaal lekker ingesteld, dan heb je de rest van je lijntje plezier van, want je mocht niet corrigeren. Ja. Dat is bij tennis, je mag één keer slaan, oh, net, niet nog even dat extra tikje. Nee, inderdaad. Dus nu doe je een eerlijke meting. Klopt er mijn instelling? Ja, nou, dan kan je door. Klopt er die niet? Jammer joh. Dan heb ik inderdaad de hele tijd een aanlopend wiel, de hele reeks. Ja. Dus in deze belangrijk om te voelen dat je eerste noot klopt, dat vasthouden. Huh? Vijf boven? Nee, een haargrens bedoel ik. Komt ie? Ja. En vooral die plek houden is lastig, hè? Ja, dat is wel lekker. Ja, goed gedaan. Hey, je mag dat nog wel meer gaan ondersteunen dan echt vanuit die trapezius. Oh ja. Dus dat je echt voelt dat die nekgordel de druk heeft, niet de hals. Oh ja. Want het is antagoniste, het is of de voorkant aan het werk, of de achterkant aan het werk. Dus dat, die shrugs, die, ja. Want als je echt die zware shrugs doet, dan voel je dit ook wat te trekken, weet je nog? Ja. Van Elvis. Ja. Voel je het verschil? Mm-hmm. Dan start je niet meer op je keel, maar op de resonans. Ja. Mooi hoor. Het is leuk om te zien dat je de controle hebt en dat je lijf precies het kan en dat de doorontwikkeling in spierkracht nu begint. Ja. Na dat half jaar zeggen, het systeem zit er, ja. Maar die uitbouw begint nu. Ja. Want als ik je vraag, doe maar gewoon of op je oude manier veel volume, dan heb je meer volume nu, alleen ook veel meer last. Maar je zal zien dat je over een maand of 3-4 net zoveel herrie maakt op deze manier als op jouw manier. En daarna zelfs nog meer. Lekker bezig, maat. We zijn hier bezig. Derde breuk en hoger. Dus pak hem even echt op die 10. Vasthouden. Aantrekken. 85 is het er. Hou vast. Ja. Hou vast. Ja, mooi man. Weet je, volumeontwikkeling is er nog niet, hè? Dat voel je ook. Die spieren weten nog niet goed hoe dat dan moet. Maar, is dat dan inderdaad omdat het nog zo nieuw is voor de sferen en zo? Ja, dus je lijf, wat we nu hebben gedaan is, al het geluid dat je produceert als mens is op het systeem van schreeuwen. Namelijk druk uit je buik, luchtdruk naar de keel, die slaat reflexmatig dicht en het geluid gaat naar buiten. Zoals een baby ook huilt. Het is gewoon een klap en een klap en dan hoor je heen. Die reflex blijft altijd. Wat we nu hebben gedaan, is je brein voor de gek houden, namelijk de reflex van vlucht er tegenover zetten. Van schrikken, ja. Waarmee je alle spieren de andere kant op stuurt. Dus alle antagonisten eigenlijk van uitademen, die worden getriggerd. Namelijk de inademspieren, je ribben gaan breed, je middenrif gaat laag, je keel gaat open. Stemmanden worden al aangespannen om te gaan gillen. Je alertheid wordt hoog, nou, enzovoort. En nu heb je dus een soort rare connectie gemaakt van vechten en vluchten combineren in het brein. Nou, dat is dikke error. Waar je al mooi zei, dikke mindfuck. Yeah. Dus die error die ontstaat vanuit het feit dat je twee systemen die contra zijn in de natuur, namelijk of ik maak tunnelvisie en je gaat eraan, of ik gooi alles open en ik ga weg uit de situatie, die zet je tegelijkertijd in. Je krijgt dan lekker zo'n beeld van die vechtende mensen die dan zo vechten. Weet je wel, hij probeerde te vechten en te vluchten. Dat is even zo'n beeld. In ieder geval, dat werkt niet goed samen. Wat we nu gedaan hebben, is tijdens het roepen wat op schreeuwen is, schrikken prikkelen. Waarmee je als het ware die balans neutraliseert. Maar nu heeft je lijf wel geleerd, ik ga niet meer duwen. Omdat ik aan het trekken ben, dus ik heb het neutraal. Maar nu moet het leren om beide systemen als nieuw
samen dat elastiek te spannen. Dus niet altijd voorwaarts is meer druk. Hoe hoger ik kom, hoe harder, dus meer druk. Je kunt ook steeds harder schrikken. Maar dan maak je geen geluid op. En nu heb je ze tijdens het zingen tegenover elkaar. Dat teken in het begin heel veel, hè? Ja, precies. Alleen om dat te blijven prikkelen. Hè? En nu merk je dat balans er gewoon is. Als jij zegt, ik wil het daar houden, zeg je lijf, oké, prima, dan blijf ik in balans. Alleen hoe die balans dan weer moet worden uitgebouwd, dat is nu nieuw. Daar zijn die spieren dus, worden daar anders op belast. Ja. Dus dat klopt. Dus als je veel power wil, zou je eerder nog grijpen naar die onderdruk. Maar over een maat of vier, dan maak je net zoveel herrie. Via het nieuwe systeem. En dan ga je het oude niet meer gebruiken, denk ik. Ja. Lekker man. Lekker bezig, kerel. Thanks. Gaat goed. Ja. Hé, hey, zullen we nog even een liedje duiken? Ja, ik ga laten we wel doen. Welke was de weer? Lose Control. Lose Control. Jezus, hoog aan, man. Het is nog steeds hier, hè, kop. Ja. Dus denk falset. Hier zie je je stem. In verhouding tot het lichaam en verschillende registers. Midden, kop en deze noem ik hoogkop 1, 2 en 3. Er zitten drie instellingen in die hoogte. Hoge G, hoge A, hoge B. Daar heb jij nu mee te maken. Je hele eerste lijn speelt zich al af in die kopligging. En daarna in je adlib, in je refrein, moet je omhoog daar naartoe. Ja. Dus deze hele theorie is gebaseerd op het feit dat je niet vanaf onderen door die registers wissels heen wilt, maar van tevoren erbovenop zit, zodat je als het ware over hebt. Ja. Allemaal neurologie mensen kunnen nog een keertje onderbouwen. Maar in ieder geval, in dit geval, je couplet begint hier, klinkt voor jouw stem onwijs midden. Heel relaxed, niks aan de hand. Maar adem in mind, dat zit niet daar, het zit daar. Adem aan mij, dus je kunt hem veel beter. Hallo, wat een beetje die kopstemklank hebben. Something's got a hold of me lately, though I don't know myself anymore. Heel goed. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Hallo. Maar ik merk wel. Ja, dit had ik maand of twee nog niet eens geleden nog niet kunnen doen. Lekker man, dat echt tot die hoge benen echt de hele tijd. Ja. Soepeltjes maak je. Lekker! Ja, zo, dat was dan Maurits, eindelijk, jongens. Ik ben nog steeds onwijs blij met hem. En het was weer een zware sessie, merkte ik. Het is elke week, eigenlijk elke dag weer een beetje afwachten hoe het ervoor staat. Maar wel elke dag, of eigenlijk elke week een beetje beter. En daar ben ik gewoon super blij mee. Vind je het nou interessant om wat meer te weten over wat het nou precies is wat hij doet en uitlegt? Kijk dan even op de site, Voice Construction. Daar staat ook, dat zal ik ook in de beschrijving zetten, een linkje naar de neurospecialist. Die hier ook achter staan, waar overigens nog steeds onderzoek plaatsvindt. Nog steeds heel veel mensen die gewoon dit ontdekken. En er was ook verteld dat een KNO-arts, die in eerste instantie echt nee, en dat kan niet en dat is niet. En de gevestigde orde, zeg maar, die nogal wat weerstand heeft tegen hetgeen wat hij eigenlijk toch al ontdekt heeft. En laatst, want zo is Maurits dan ook alweer, dat hij zegt van ja, onderga het dan, weet je wel, probeer het dan. En dat had hij dus gedaan en toen was hij echt helemaal flabbergasted, helemaal om en euforisch, wil ik haast zeggen. Ik ben in ieder geval mega euforisch, ik ben super blij dat het zo goed gaat. En ik kan niet anders zeggen dan, ik ga hiermee door. En steeds meer optreden gaat ook steeds goed. Ik had dit een paar jaar geleden niet meer durven dromen. Goedemorgen. Fijne pappadag. Dag lieve papa. Ik ben vandaag zo blij. Hier een mooi cadeautje. Die krijg je nu van mij. Ik geef je dit cadeautje met een blijde lach
lieve papa nog een hele fijne dag. Wat zit erin dan? Ga ik niet stellen. Dat dat ook niet mag. Ik deed dat ook niet bij mama, toch? Nee. Toch? Klopt. Oh, ik heb gewoon een mooi blauw papiertje. Lieve papa, ik ben verkikkerd op jou. Dat betekent dat ik je lief vind. Ja. Oh, betekent dat dat? Kijken. Wat leuk, hè? Een kikker. Een kikker. Dankjewel, schat. En morgen is het Jessie-dag. Dus elke dag Jessie-dag. Hij is nog niet leeg. Hierin, hè? Dat is mijn avatar. Voor Father's Day is special treat just for you. Hallo. Token of love, forever new, you get to choose a new tattoo. Papa krijgt hier een nieuwe tatoeage. Oh! Zo. Hij denkt echt, hoe komt dat erin? Ik wel weet. Oh, dat ligt hier nog iets. Laatje. Is dit een hint of wat? Tassen naar zeker. Ik zeg even hoor. Hey. Maar ja, weet je wel wat je gaat doen? Ja, ik denk dat ik deze maar gewoon een keer af ga laten maken. Mag mama op je bord? Met dat wat trilt? Dat mag. Of je maakt van je Boeddha iets nieuws. Daar twijfel ik. Ik zit hem aan te doen. Boeddha? Ja. Vind je niet zo mooi? Nee. Over die Boeddha iets, hè? Ja. Daar zou ik ook niet aan. Mama? Of je maakt er een hele mama. Andere mooie Boeddha van. Of iets anders. Vind jij die Boeddha niet mooi? Nee. Mama. Nee. Mama. Ja. Dat, laten we zeggen dat dat tegenwoordig een heel stuk mooier kan. Ja. Mama. Nog wel al. Mama. Ja? Ik goed me op dat trilletje. Neuropathie. Fijn. Ja, is wel lekker. Want hier gaat het ook open nou, hè? Hoe vaten. Niet met z'n tweetjes. En hoe voeten, dat is voor die neuropathie. Ja, ik heb er wel baat bij, hoor. Ik doe het ook twee keer per dag. Mag ik niet? Niet erop gaan. Je mag zo, schat. Nou, rennen, Anja. Dat kan je wel. Maar rennen. Ja, daar zijn we dan weer terug thuis. Want vlak nadat we gingen, dacht ik, hé, waar is de camera? Dus we hebben wel wat gefilmd, maar met de telefoon. En dus niet met deze camera. Desalniettemin was het een heel leuk weekend. Ja. We zijn lekker naar de verjaardag geweest. We zijn lekker naar de voorstelling geweest van Esmee, waarin ze het supergoed deed. En ik ben heel erg trots en gedwee op Esmee. Op Esmee. Samen met René. Zeker. Hè? Nee, ze deed hartstikke goed. Ja, het was leuk. En ik heb een superleuk vaderdag cadeau gehad. Ik ga weer lekker geniedeld worden met inkt op mijn rug en zij. En daar komt weer wat bij. Nou, het lijkt wel Sinterklaas. super lief, dankjewel. En een heel mooi tekeningetje van Jessie Silva. Die lekker heeft geslapen bij oma toen wij naar de theaters waren.
En nog even langs Burger Kingetje geweest, ben ik dan nog iets vergeten. Toen was hij ineens weer klaar wakker. Die had ik inderdaad ook niet aanzien komen. Want hij sliep al namelijk, want hij uit bed gehaald. Maar in de auto was hij weer helemaal wakker. En ik heb gisteren weer even lekker hard gelopen. Nou, dan heb ik het allemaal wel een beetje opgezond. Ja, je denkt dat je weer een koortslip krijgt op je hoofd. Die had ik dan inderdaad niet willen vermelden. Maar ik heb weer koortslip op mijn voorhoofd. Voorhoofd koortslip. Ook wel genaamd. En, ik weet het is toch herpes? Wist wat jij dat bedoelde? Dus, het is toch herpes? Ja, klopt. Dit is herpes. Op mijn voorhoofd. Ja. Dus, weet je, ja. Je moet toch een beetje speciaal blijven, toch? Een beetje. Een beetje speciaal. De lippen zo standaard. Ja, dat heeft iedereen. Ja. Hè? Dus. Ja, dan krijg je wel altijd een beetje koorts van. En zo erg als dat het is geweest. Want hij kreeg dan echt zo'n plek op zijn hoofd. En dan leek het wel een schaafwond. Was echt heel raar. En ranzig. Nou, ik vond dat vooral dat heel raar. Ja, maar jij hebt die ranzige versies niet gezien. Nee. Die waren, dat was echt. Toen wist ik ook nog niet wat het was. Toen dacht ik dat het puistjes waren. Dus ik op. Nou, dat was gewoon een dik virus. Ja, dan snap ik wel dat het vies werd. Maar inderdaad, dan gaat deze kant gaat helemaal tintelen. En dan krijg je een beetje koortsig. En lymfeklieren die opzetten en zo. Nou, gewoon niet zo helemaal lekker van. Maar tja, moet erbij. Ik kan er mee leven, weet je. Erbij. Ja. Ik heb geen idee hoe deze vlog eruit gaat zien. En wat de volgorde is. En wat er überhaupt in voor gaat komen. Maar deze editor, Golden Platina editor... van onze vlogkanaal tegenwoordig. Al 4 jaar al, denk ik, dat jij het doet. Huh? Zoiets. Die weet het altijd perfect over in elkaar te laten vloeien. Dus daar ben ik niet bang voor. No pressure. Dus vond je dit nou een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En dan zien we jullie heel graag bij de volgende video. Dag.